open dag hier. Ja, helemaal, ik was er nooit eerder geweest bij Johannes, maar ja, het is goed verzorgd voor de kinderen en ja, leuke dag. Heel mooi dag. Ja, ja, ik geniet ervan. Ja. Gewoon leuk geregeld, leuk opgezet ook voor de kinderen. Ja, leuk. We hebben ontzettend veel mensen op bezoek. En ja, we wilden de live introduceren en mensen zijn heel enthousiast, dus ik ben heel blij. Ik vind het heel mooi, ik vind de klank ook heel mooi en ik vind ook een voordeel van dit orgel dat je geen computerscherm op zicht hebt. Dus dat alles mooi verlicht wordt, maar dat je gewoon een normaal orgel hebt, als ik het zo mag zeggen, om te zien ook voor in de huiskamer. Ja, het mooie ervan vind ik zeg maar, dat als je een ander orgel erin zet, zeg maar, dat ook de registers in beeld komen. Ja. Ja. Mooie techniek. Dit is een heel ander soort orgel dan de digitale orgels die je tot nu toe gewend bent. Zeg maar. Ik ben er wel blij van, ja, absoluut. Ik vind sowieso de ombouw vind ik gewoon heel mooi zo. Maar ik vind ook de klank heel mooi nagebootst van de orgels, de bestaande orgels, zeg maar. Ah, het is weer een vernieuwing zeg maar, op de markt voor de orgels. En ik denk dat het een goede zet is. We gingen ook met vertrouwen deze kant op vanmorgen. Toch wel al een reis van 1,5 uur moeten maken. Maar het is zeker beloond om die live ook echt in live te zien. Zeg maar. En dat is natuurlijk wel mooi dat we daarbij mogen zijn. Wat wij heel spannend vonden natuurlijk is wat ze van het product vonden, ons nieuwe orgel, de Live. En wat blijkt, de mensen vinden het ook prachtig. Dus we hebben het goed gedaan, denk ik. Sehr angetan von dieser Orgel. Das ist ein ganz, ganz großer Wurf. Als ich sie vor einigen Tagen zum ersten Mal schon bei einem Händler spielen durfte, war ich also sehr, sehr positiv überrascht und erfreut und kann Johannes nur beglückwünschen zu diesem rundum gelungenen, schönen Instrument. Bei Audio bei Johannes.